Fatbikers die vandaag op de Piet Heinkade reden, werden naar de kant gehaald door de politie. De agenten keken of er een illegale gashendel werd gebruikt en gingen soms zelfs op de fatbike zitten om hem uit te proberen. Check in the gas or not. This is not gas. Die van mij die gaat 28, dat is denk ik een beetje alsnog hard. Maar als je mensen zegt 40, 50 gaan, dan is het natuurlijk veel te hard. I think it's good, as long as I know we are a target now. So I just hope that I don't waste too much time on all these controls all the time. Bij 35 fatbikes bleek alles in orde, maar 19 fatbikers hadden de illegale gashendel. Eén van hen bleek zelfs een snelheid van 60 km per uur te halen. Een woordvoerder van de politie laat weten dat deze controles inmiddels regelmatig plaatsvinden, omdat opgevoerde fatbikes soms betrokken zijn bij ongevallen en zorgen voor onveilige situaties op het fietspad. Dat vind ik top. Het is echt levensgevaarlijk op die kade. Zoveel en hele jonge kinderen zitten op die fatbikes. Soms dan zit je op de fiets en komt er ineens iets ontzettend langs je gescheurd. Ik denk dat het vooral voor de jongeren zelf heel gevaarlijk is dat ze niet meer stilstaan. Het OM bepaalt de hoogte van de boete en bestuurders raken hun fatbike kwijt als ze voor de tweede keer betrapt worden. In de toekomst worden de fatbikes ook op de rollenbank gezet. Maar het is nog niet duidelijk wanneer dat wordt toegestaan.